Fijn om hier te zijn. Ik was net als Paul eigenlijk nog nooit in het Geldmuseum geweest. Ik wist ook eigenlijk helemaal niet dat er een Geldmuseum bestond. Maar het is achteraf wel heel logisch. Ik weet niet, zijn er mensen vanaf Centraal Station hier naartoe gelopen? Hebben jullie ook op de Leidse weg, als je vanaf het begin zie je al die oude kwartjes. En ik weet nog toen de euro kwam, dat ik zo moest wennen aan de 20 in plaats van zeg maar alles verdelen in kwarten. Dus dat was eventjes een beetje nostalgie van voor mij ook. Ik ben gevraagd om wat te vertellen eigenlijk over trends in leren, trends in onderwijs. En ik werk al ongeveer 12 jaar echt op het gebied van onderwijsinnovatie. En ik heb van oorsprong een mediaachtergrond. Ik ben ook docent Business of Media aan de Erasmus Universiteit. En ik kijk heel erg vanuit een mediabril ook naar het onderwijs. En ik ga proberen daar doorheen te loodsen. Maar voordat ik begin, wil ik eigenlijk beginnen met een vraag. Wie hier heeft in zijn vriendengroep een nanomedicus zitten? Iemand? Nee? Oké. Dan heb ik nog een tweede vraag. Zijn hier mensen die een business colony manager in hun vriendengroep hebben zitten? Nou, de meeste mensen vragen zich waarschijnlijk af, wat is dat dan? Heb ik die überhaupt erin zitten? Als je kijkt zeg maar, naar de toekomst van leren en vooral van hoger onderwijs, dan zie je dat er heel veel rapporten zijn gekomen over waar gaat het nou naartoe met de arbeidsmarkt en wat voor banen gaan er nou aankomen. En heel veel van die rapporten voorspellen eigenlijk dat er allerlei banen komen die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. En dan komen mensen met titels als business colony manager, nanomedicus, er zijn er heel veel van. En in Europa zijn ze daar vooral heel erg mee bezig en er is een groot programma ook gaande, dat heet New Skills for New Jobs. En er wordt eigenlijk gezegd van, we weten nog niet wat voor banen er in de toekomst aan gaan komen. En we hebben daar eigenlijk als onderwijs moeite mee, omdat wat moeten we die mensen dan aanleren? En dan hebben we het niet alleen maar over skills die gaan over wat voor nieuwe technische kennis hebben we nou, hè, en wat voor vaardigheden hebben we nodig. Maar ook bijvoorbeeld, hoe ga je om met self-management, met het handelen met een drukke agenda, met het bijvoorbeeld omgaan met de balans tussen privé en werk. Of hoe los je hele complexe informatieproblemen op? Op mijn universiteit hebben we zo'n blaadje, heet Erasmus Magazine. Het is altijd heel leuk om te lezen. Er zit ook echt een redelijk professionele studentenredactie op. En die hadden op een gegeven moment ook een item, zeiden van, studenten aan de Erasmus kunnen heel goed zoeken, maar heel slecht vinden. Nou, dat geloof ik ook, maar dat soort vaardigheden, zeg maar, dat wordt steeds belangrijker. Wat we ook zien, dat heeft ook een impact op het hoger onderwijs, is dat kennis steeds sneller veroudert. Dat noemen ze ook wel de half-life of knowledge. Dus wat we leren bijvoorbeeld nu hè, in de programma's op de universiteiten, dat is misschien over 4, 5 jaar al outdated. En in sommige vakgebieden gaat die kennis zo snel dat het heel lastig wordt om nog te anticiperen op wat al die kennis is die mensen in de toekomst op de arbeidsmarkt moeten krijgen. En dat zou eigenlijk moeten leiden tot een hele mooie kans voor universiteiten en hogescholen. Want in potentie betekent dit, als je zegt kennis veroudert steeds sneller, betekent het dus eigenlijk, hè, dat is ook waar we het al heel lang over hebben, dat je een leven lang moet gaan leren. En dat je dus eigenlijk, zoals die twee oude mannetjes daar, met het hoger onderwijs, vrienden voor het leven wordt. Dat je echt zegt van, goh, ik heb de hele tijd, bij alles wat ik doe in mijn leven, heb ik dat hoger onderwijs nodig om mij up-to-daten als het gaat om mijn vaardigheden, als het gaat om mijn kennis. Maar helaas zien we dat dat op dit moment nog onvoldoende gebeurt. Ik heb 2 jaar geleden meegewerkt aan een onderzoek voor de Europese Commissie, voor het instituut IPTS. En daar hebben we heel veel experts ook bevraagd van, goh, wat zien jullie nou als de toekomst van leren? Wat zien jullie nou als de grote dilemma's? En een van de dingen die daar heel sterk uitkwam, en dat was 52% van de experts, die hebben gezegd dat op dit moment al mensen die afstuderen hele belangrijke vaardigheden missen die nodig zijn voor de arbeidsmarkt. En wat zien we dan ook? Dat heel veel bedrijven zelf mensen gaan opleiden en daar heel sterk mee bezig zijn. Dus dat is jammer. Een heel mooi initiatief ook weer uit Brussel van Nelly Kroes. Die heeft dat een paar weken geleden aangekondigd. Dat ze zegt van, we willen een soort van grand coalition beginnen met allerlei bedrijven die daarin zitten. Dus van SAP, dat softwarebedrijf uit Duitsland, tot Telefonica, European Schoolnet en andere. Om mensen in Europa ICT-skills te leren. Want zelfs in deze tijd van massawerkeloosheid, dat je in een land als Spanje bijvoorbeeld onder jongeren 50-60% werkeloosheid hebt, zijn er in Europa nu bijna 900.000 banen die niet vervuld kunnen worden in de ICT-sector. Dus dat vraag je toch af van, goh, hoe kan het toch zijn dat wij dat soort dingen, die dus blijkbaar heel erg nodig zijn, niet aan jongeren kunnen leren?
Gelukkig zien we tegelijkertijd, en dat is wel fijn, dat de technologie die we gebruiken om te leren nu eindelijk op een punt begint te komen waarvan je zegt, het begint echt volwassen te worden. We zien het met cursussen als bijvoorbeeld wat je ziet op Coursera, dat je daar, nou ja, jullie weten waarschijnlijk nog veel meer van MOOCs dan ik dat weet, maar dat daar bijvoorbeeld de Universiteit Leiden dan zelf ook gaat beginnen met de cursus The Law of the European Union, waar zich eind februari al bijna 20.000 mensen voor hebben ingeschreven. Maar je ziet dat die technologieplatforms eigenlijk steeds beter ons in staat gaan stellen om die vragen die er zijn, voor constante updaten van informatie, van het herscholen van mensen, om daarmee om te kunnen gaan. En de vraag is dus ook, van is dit jaar, 2013, eigenlijk een soort van omslagpunt? En ik had het er toen ik binnenkwam, had ik het er ook met iemand over. Zeg, ja, je moet daar wel een beetje voor oppassen. Hè, want het halleluja in het onderwijs, dat wordt natuurlijk al heel snel verkondigd van de hele wereld wordt anders morgen. Maar wat ik wel merk is in de gesprekken die ik heb met mensen en vooral ook met universiteiten en hogescholen, is dat ICT niet meer wordt gezien van, goh, moeten we daar eigenlijk iets mee? Maar veel meer nu als van, goh, wat moeten we er dan mee? En hoe moeten wij omgaan met al die nieuwe ontwikkelingen als MOOCs, et cetera? Nou, er is gevraagd of ik dan wilde nadenken, wat zijn dan de grote trends die ik zou willen schetsen? En dat is altijd lastig, omdat je altijd denkt van, goh, wat valt eronder? En die trends hebben altijd ook weer heel veel met elkaar te maken. Maar ik heb geprobeerd om er drie op te stellen, en die wil ik ook kort even behandelen. De eerste is, en ik kan hier nooit een mooi Nederlands woord voor vinden, is engaging education. De tweede is flexibel leren. En de derde is eigenlijk anders evalueren. En ik wil ze even één voor één doorlopen. Te beginnen met engaging education. Het is altijd, ik vind dat heel leuk als je googelt op een woord. En dan ga je bij afbeeldingen kijken wat is dan het eerste wat er komt. Nou, like this was een van de eerste dingen die dan terugkomt bij engaging. Maar ook als je gaat kijken naar de definitie, hè, charming and attractive. Hoewel ik denk dat aantrekkelijk niet hetzelfde is als engaging. Maar je komt echt op dingen als alluring, dat mensen het willen. En als je het hebt over educatie, dat je eigenlijk vormen van leren aanbiedt waardoor mensen heel graag willen participeren. En dan kom je eigenlijk uit op termen als van dat het persoonlijk is, dat het relevant is voor jou. Dat er sociale componenten aan zitten en ook dat je zelf een rol daarin mag spelen, dat het ook interactief is. En engaging education op zich is natuurlijk niet iets wat een heel nieuw concept is. Want een docent is natuurlijk de ultieme engager met een student. Als jij als docent één op één met je student kan zitten, dan kan je natuurlijk heel persoonlijk feedback geven. Je zit in een sociale setting, soms zitten er nog 2, 3 studenten bij. Het is heel interactief, want je kan meteen inspringen op wat er gebeurt. Alleen als we kijken naar de verhouding tussen docenten en studenten, en dan heb ik het nog zelfs binnen formele instellingen. Dan heb ik het nog niet eens, als je kijkt zeg maar, de mensen die buiten formele instellingen leren. Ja, dan kunnen we natuurlijk niet een verhouding van 1-op-1 hebben. Dat is gewoon financieel niet te doen. Doe ik zo heel graag willen hoor, dat Den Haag zegt, we gaan opeens 15 keer zoveel in onderwijs uitgeven. Maar dat is niet zo goed te doen. En wat je ziet, en dat probeer ik ook altijd een beetje te doen, om te kijken van wat gebeurt er nou in zeg maar, de grotere mediasector, is dat je die personalisering op grote schaal steeds beter technologisch kan oplossen. Dit was een artikeltje hier linksboven. Ik weet niet of dit is de... Ja, hij werkt ook nog. Ha. Voel ik me altijd een beetje Star Wars, weet je. Als ik zo met zo'n ding kan... Prima. Maar als je dit ziet, het gaat over Facebook. En er waren heel veel vragen over van, goh, kan Facebook wel overleven? Vooral op het mobiele platform, want ze zijn zo afhankelijk van advertenties. Nou, een van de dingen die werd gezegd is dat Facebook het waarschijnlijk heel goed gaat doen, volgens deze analist, omdat ze een ad scalpel zijn. Zij kunnen heel precies personaliseren als het gaat om adverteren. Als je kijkt naar de advertentiewereld en hoe ver zij zijn in het zeg maar, verpakken van een boodschap specifiek voor individuen en ze ook overhalen om die boodschap te consumeren en er iets mee te doen, dat is echt indrukwekkend. Ik denk dat we daar in het onderwijs ook veel van kunnen leren. Dit is Google Now. Ik weet niet of iemand dat toevallig, zullen waarschijnlijk heel veel mensen hebben met een Android-telefoon. Ik heb me daar pas een beetje over laten bijpraten door Sergio. En een van de dingen wat ik heel interessant vond is dat Google Now is een soort van app op je Android-telefoon die voorspelt welke informatie je nodig hebt. Dus als ik bijvoorbeeld een ticket boek bij KLM en KLM stuurt mij een e-mailtje van oh, bedankt voor het boeken van je ticket, dat komt in mijn Gmailbox. En de dag voordat ik vertrek staat er opeens in Google Now, goh, je gaat morgen om 9 uur naar Londen, je vlucht is niet vertraagd.
Of hij ziet ook dat ik elke dag met de trein heen en weer ga naar Rotterdam. Of in ieder geval elke vrijdag om les te geven. Dus dan kan hij bijvoorbeeld om vrijdag om 7 uur, als hij weet dat mijn wekker afgaat, een berichtje van, hey, je trein is vertraagd of je trein gaat op tijd. Dat soort massapersonalisering begint nu op grote schaal mogelijk te worden. En ik denk dat dat voor het onderwijs dus heel veel kansen kan bieden. Je ziet het ook al een beetje komen in de MOOCs. Nog niet helemaal, maar je ziet daar de eerste verschijnselen al. Ik weet niet, heel veel mensen hebben waarschijnlijk wel de TED-talk gezien van Daphne Koller, een van de oprichters van Coursera. En die legt ook uit van, als je normaal een cursus doet, hè, op een universiteit of een hogeschool, dan volg je een heel programma van A tot Z. En zegt, een van de dingen die zij bij Coursera proberen te doen, ze zegt van, kunnen wij dat opknippen in modules, wat eigenlijk ook Open Educational Resources ook natuurlijk beogen te doen. Maar kunnen we dat opknippen in modules, zodat als jij alleen maar eventjes een refresher course wil hebben, dat jij dat ook snel kan doen en niet het hele programma hoeft te volgen. Dus dit is eigenlijk een soort van mini-stap naar die personalisering, waar veel mensen dus mee bezig zijn. Ik ben zelf ook, want ik vind het dan wel leuk om te kijken hoe werkt dat dan als je daar zelf in zit. Ik ben nu bij MIT Media Lab ook met een MOOC aan het volgen over learning creative learning. Dus hoe kan je creativiteit inzetten in je onderwijs. En wat ze daar ook doen is dat ze zeggen van nou, het is niet alleen maar een programma wat je volgt. Maar ze gaan juist ook voor sociale interactie. Heb je dan in Google+, het is dan een screenshot van mijn mobiele telefoon. Heb je dan een klein groepje met 17 tot 25 mensen, waar jij dan verder praat over de stof. En ze vragen je ook allemaal creatieve methodes uit te proberen. Dus dit is bijvoorbeeld dan Klaus, die zit in mijn groepje en die heeft dan Scratch bijvoorbeeld voor het eerst gebruikt. En is hij een beetje gaan proberen te coderen. En die deelt dat dan met de groep en mensen die gaan daar weer op reageren. Dus je ziet dat daar ook in terugkomt. En natuurlijk in games zie je dat nog veel meer terug. Dit vind ik ook World of Warcraft. Dat is natuurlijk een heel interessant verschijnsel. Het laatste cijfer wat ik heb is zelfs nog maar uit 2010. Maar toen was er meer dan 50 miljard uur gespeeld in een massive multiplayer online game. Jij weet het beter dan ik. Ik vergeet altijd de afkortingen. Maar dit is eigenlijk een beetje een entertainment MOOC waar mensen dus samen kunnen spelen. En een van de dingen waarom mensen, dat is ook onderzocht, waarom mensen dit blijven spelen, is dat als je wat doet, je meteen feedback krijgt op wat je doet. Dus je ziet meteen het resultaat van je handelen. Nou, dan naast dat zeg maar engaging leren, waar ik nog steeds iemand een mooi Nederlands woord ervoor heeft, dan hoor ik dat graag, wil ik ook de nadruk heel erg leggen op flexibel leren. Dat zou ook niemand enorm verbazen. Nou, als je daar de definitie van pakt, dan gaat het able to be easily modified to respond to altered circumstances or conditions. Dus we leven in een wereld die heel snel verandert. En eigenlijk zou het onderwijs zo flexibel moeten zijn dat dat mee verandert met de vragen die er zijn bij studenten, bij mensen die al werken, die zich moeten herscholen. En dat zie je natuurlijk ook terug. Dat zie je in die MOOCs heel sterk terug, omdat je steeds meer locatie en tijd onafhankelijk kan werken. Dit is die MOOC ook van MIT Media Lab, waar ze vragen aan mensen, stel je eens voor via YouTube. En dan zie je ook gewoon waar mensen vandaan komen. Nou, dat is echt van de VS tot Peru, tot Madrid, tot Sao Paulo, tot Noorwegen. Dat is echt heel, ik vind dat echt heel interessant om te zien hoe dat werkt in zo'n hele internationale setting. Maar jij kan zelf bepalen eigenlijk waar, wanneer en hoe je leert. Daarnaast zien we natuurlijk, wij zijn als hoger onderwijsinstelling heel erg gewend om te denken vanuit de formele instelling, biedt cursussen aan, biedt informatie aan. En wat we zien is dat er steeds meer een beweging is naar ook het leren buiten formele programma's. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, ik wil een klein iets leren. En TED is er natuurlijk een van de pioniers mee als het gaat om gewoon de TED-talks. Maar die zijn daar nu ook hele onderwijslagen omheen aan het bouwen onder de noemer TED-Ed. Waarmee ze dus echt proberen van, oké, laten we rond video's ook vragen gaan verzinnen en lessen gaan verzinnen. En hoe kan je die dan inzetten in je eigen onderwijs? En iets wat je ziet ook met dat flexibele leren is dat je heel veel verschillende aanbieders krijgt. Dat zie je nu al. En dit is een fotootje van Isetan. Dat is een beetje de bijenkorf van Tokio. En ik heb echt een obsessie voor lekker eten. En daar hebben ze een food hall. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt in mijn hele leven. Dat is echt unbelievable. En als je er een keer bent, moet je er echt naartoe gaan. En dan heb je allemaal kleine winkeltjes. En dat zijn dus niet mensen van zeg maar die bijenkorf, maar dat zijn allemaal kleine winkeltjes. En dan loop je daar langs en is dat uit die regio naar die regio. En dan proberen ze je natuurlijk een beetje te verleiden om hun eten te proberen en te kopen.
Maar ik denk dat je dat principe van zo'n foothold, dat je dat ook in onderwijs heel erg gaat krijgen. Dus dat studenten toegang hebben tot zoveel informatie, dat er eigenlijk een soort van foothold komt. En dat zal dan waarschijnlijk een online platform worden, waar jij dus kan mixen en matchen al naar gelang wat jij persoonlijk nodig hebt. Nou, en het derde punt is dan anders evalueren. Dat is iets waarvan ik ook weet hoe moeilijk het is, maar wel iets waarvan ik denk van dat is echt iets wat nodig is. Want wat we nu heel sterk doen, is dat we nog steeds heel sterk leven naar hele discrete toetsmomenten. We gaan een tentamen geven. Heb je het tentamen niet gehaald, dan moet je hem nog een keer doen. Maar dat is een momentopname. En dan zie je vaak dat vooral als het gaat om het toetsen van kennis, dat het ook vaak is als iemand gewoon heel veel in korte tijd kan opslaan, dat ze dan relatief goed een tentamen maken. Maar wat we zien, onder andere met de opkomst van Learning Analytics, met alle moeilijkheden die daar nog omheen zitten, is dat we misschien meer naar, in plaats van een toetsmoment, kunnen naar een soort van procesevaluatie. Hoe heeft iemand het nou gedaan in de laatste 6 maanden? In plaats van hoe heeft iemand het gedaan op dat ene moment op dat tentamen? En dus een voorbeeldje wat ik zelf nu heb geprobeerd bij mijn vak wat ik nu geef. Want ik dacht ook van ja, ik wil wel wat meer kijken van hoe gaat nou dat groepsproces tussen studenten die in groepen moeten werken aan opdrachten. Want dat is altijd, dat zullen veel docenten wel herkennen, altijd gedoe. Hè? Want die heeft het niet gedaan, die heeft het wel gedaan. Dus ik heb gezegd, nou, ik wil dat jullie Facebookgroepen beginnen. En ik wil dat jullie dus ook elke week discussiëren over wat voor werk zijn jullie aan het doen en hoe gaat dat dan. En ik kan dan, want ik ben dan ook lid van die Facebookgroep, ik kan dan helemaal meekijken elke keer van wat gebeurt daar. Ik kan ook direct feedback geven als ze midden in een discussie zitten. Ze vragen nu ook direct op feedback, dus dan typen ze mijn naam in en dan krijg ik een oproepje op mijn telefoon van, oh god, ze hebben nu letterlijk een vraag aan jou gesteld. Maar ik kan dat dus meenemen en ik heb dat ook meegenomen in de becijfering, omdat ik dan echt kan zien wat doet iemand nou gedurende dat hele proces. En ik kan ook veel eerder ingrijpen in plaats van dat ik alleen maar het paper zie aan het einde van de rit en zeg, ja jongens, sorry, het is niet genoeg. Dus weer naar procesevaluatie. Ik denk ook dat we evaluatie ook veel meer moeten gaan zien als een onderdeel van een leerproces in plaats van een afrekenmiddel. Want wat je nu toch wel hebt is van, nou, als je een tentamen niet haalt, is niet zo goed. Haal je het een paar keer niet, ja, dan kan je toch een beetje denken van, nou, misschien ben ik niet zo'n goede student, misschien gaat het niet zo goed. En wat ik heel leuk vind vanuit de gaming, is dat hele principe van failing forward, waarbij je zegt dat je eigenlijk leert door te falen. Dus ik weet niet, iedereen zal wel een keertje Angry Birds hebben gespeeld. Dat je heel agressief zit, nu weer met het elastiekje en ik moet dat level halen. Maar je blijft het 100 keer doen, omdat je uiteindelijk wil je het halen. En je voelt je eigenlijk nooit heel dom. Want je denkt, ja, dan heb je het gehaald en dan ben je heel blij. En je leert dus eigenlijk door te falen. En ik denk dat dat ook een andere manier is om te kijken naar evaluatie. Nou, en een van de dingen die ik eigenlijk, misschien is dat niet eens een trend, maar dit is misschien meer iets wat ik een hele interessante discussie vond. Dat was ook met dat onderzoek voor de Europese Commissie. Het hebben we een aantal workshops gehouden met mensen. En er was eigenlijk een soort van tweedeling. En er waren een aantal mensen die zeiden, ja, die certificering, dus wie het diploma geeft, moet eigenlijk worden weggehaald van degene die het onderwijs verzorgt. Omdat daar nu een soort van monopolie ligt natuurlijk bij onderwijsinstellingen. Hè? Die geven uiteindelijk het diploma en dat is natuurlijk heel belangrijk. En als je die twee uit elkaar haalt, dan betekent het dus dat die onderwijskwaliteit veel centraler komt te staan en dat dan iemand onafhankelijk toetst in hoeverre dat wel of niet gehaald is. Dat is een discussie die toen heel erg speelde en die wilde ik wel noemen. Want dat betekent ook dat als jij een student bent, dan kan je ook shoppen bij MIT en bij de Universiteit in Delft en bij de Vrije Universiteit Brussel. Dan kun je gewoon al die verschillende universiteiten kan je gaan shoppen en cursussen doen, maar je kan je diploma ergens halen, want daar komt alles in samen. Nou ja, en dan consequenties voor hoger onderwijs zijn er heel veel, dus ik zal dat kort houden. Ik weet niet hoe ik in de tijd zit. Is het nog, nog 2 minuten? Nou, dat komt helemaal perfect uit. maar consequenties voor het hoger onderwijs. Nou, een van de dingen wat ik echt denk, vooral in het wetenschappelijk onderwijs, die heel erg gaat spelen, is dat de vraag heel sterk gaat worden, wat is je concurrentiepositie? Ik denk vooral als je gaat kijken ook naar een aantal van die online cursussen, zie je dus dat universiteiten met de reputatie als Harvard, MIT en Oxford en Cambridge daar natuurlijk een hele sterke rol kunnen spelen. Want ja, als je student bent en je krijgt straks ook credits voor het doen van zo'n online course, wat Coursera nu al gaat aanbieden, dan krijg je natuurlijk daar een enorme concurrentieslag in. En dan gaat het vooral heel sterk ook om wat voor merken gaan dan die studenten aantrekken.
En we hebben dat natuurlijk gezien al in de onderzoekswereld met het hele idee van publish or perish. Hè, van je moet zorgen dat je hoog in die rankings komt en dat je als universiteit veel publiceert, want dan ben je een goede universiteit. En ik vraag me af, ik weet niet in hoeverre dat ook heel goed is, maar ik vraag me af in hoeverre gaan we die beweging nu ook krijgen op onderwijsgebied. En dan denk ik vooral aan de bovenkant. Dus echt aan misschien de masterprogramma's, internationaal georiënteerde masterprogramma's. Ook herpositionering. Hoe zorg je er nou voor dat iemand dus naar jouw winkeltje komt? Dus dat iemand bij jou een cursus wil afnemen. Hoe overtuig je studenten? En wat is dan ook de kern van wat je doet? Hè, wat zorgt ervoor dat jij concurrerend bent ten opzichte van andere partijen? Dat is een belangrijke vraag om te beantwoorden, ook niet een hele makkelijke. Ik weet op een gegeven moment waren er ook een aantal hbo-instellingen die hebben ook gezegd, ja, maar we hebben ook een hele belangrijke regionale functie. Nou, dat kan bijvoorbeeld echt onderdeel zijn van je concurrentiepositie, wat ik me kan voorstellen. Maar het belangrijkste eigenlijk, dat is wat ik denk, is dat probeer echt ook te experimenteren. Ik weet dat er heel veel instellingen zijn die dat al heel goed doen. Maar wat ik soms een beetje jammer vind, is dat, en dat zie je veel vaker met, als het gaat om onderwijsvernieuwing, is dat de factoren die echt de beweging in gang zetten, vaak van buiten het onderwijs komen. En ik zou heel graag willen dat het onderwijs zelf die agenda wat meer vorm gaat geven. Dus dat is eigenlijk mijn boodschap. Dus dank jullie wel voor de aandacht. Matthijs, hartelijk bedankt. Blijf nog even staan, want wie weet zijn er vragen in de zaal. Zijn er mensen die een vraag hebben voor Matthijs? Het kan niet. Kijk, ja, ik dacht even, Matthijs, de toekomst zo dichterbij halen dat er geen vragen meer over zijn. Hallo, dag. Ja, Lucien Raamsberg. Even dat laatste punt van die experimenteer. Leuk die oproep. Kan je iets meer invulling aan geven wat je dan concreet om je heen ziet? Want je zegt, ik zie wel wat dingen om me heen gebeuren. Ja. Laten we zeggen, het wat er doorheen voor mij klinkt is van ja, we moeten eigenlijk nog eerst soort ABC-stapjes maken in plaats van meteen naar X, Y, Z te gaan. Ja. Er ligt nog heel veel tussen. En er ligt ook nog heel volgens mij laaghangend fruit in de ABC. Connecties. Ja. Nou ja, ik denk dat en daarom noem ik het ook experimenteer, omdat ik denk, we weten bijvoorbeeld over MOOCs weten we nog niet belachelijk veel. Hè? Dus er zijn er natuurlijk wel een aantal, maar als je kijkt naar de uitkomsten van die MOOCs, dan zie je dat heel veel mensen gaandeweg afhaken. We weten nog niet eens echt wat is nou de onderwijskundige meerwaarde ervan. We zien wel dat het een enorme vlucht neemt en dat er veel mensen daarbij aanhaken. En wat ik bijvoorbeeld interessant vond, wat de Universiteit van Amsterdam nu aan het doen is, is toevallig ook de afdeling waar ik vroeger heb gewerkt bij communicatiewetenschap, die hebben gezegd, we gaan ook met zo'n MOOC aan de slag, maar die hebben ze wel veel meer zelf vormgegeven, in plaats van dat ze zeggen, we gaan per se een ander platform gebruiken. En wat ik vooral denk, is dat als je dat soort middelen gaat inzetten, heeft dat enorme consequenties voor hoe geef je als docent les. Daar moet je ook gewoon over na gaan denken, wat gaat dat betekenen. Maar ook, hoe organiseer ik nou eigenlijk mijn onderwijs als instelling? Dat zijn allemaal dingen, daar moet je over nadenken, hoe dat in elkaar zit en wat je daar zelf in wil. En ik geloof heel erg in, ja, ik merk altijd in het onderwijs, de wereld van bovenaf wil veranderen met de revolutie, dat werkt niet. Ik denk, je moet heel erg bottom-up gewoon laten dingen zien, probeer dingen. En vanuit daar kan je de successen gaan vieren. En ik weet niet of dat, of wil je echt gewoon een concreet actieplan van, ik zou gewoon bam, 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 dit en dit en dit doen. Ja, nou ja, ik vind zoals bijvoorbeeld experimenteren met die MOOCs vind ik interessant. Maar ook wat een van de dingen waar ik ook heel veel interesse in heb, is dat idee van flipping the classroom, wat ze vooral in het middelbaar onderwijs nu sterk inzetten, is waarbij je dan bijvoorbeeld de lessen, de traditionele hoorcolleges, eigenlijk vervangt door online materiaal. Waardoor jij als docent veel meer de tijd krijgt om persoonlijk en interactief en sociaal om te gaan met je studenten. En dat zou ook volgens mij heel goed zijn om te kijken, kan je je onderwijs niet anders in gaan richten? En het toetsen. Want ik denk ook wel, als ik kijk naar sommige vakken, vooral ook zeg maar wat meer de exacte vakken en de statistiek. Als ik kijk naar de slagingspercentages daar, nou dan schrik je soms echt wild. En ik denk, er moet toch een manier te verzinnen zijn waarop studenten veel meer betrokken kunnen worden bij het onderwerp en daardoor het beter kunnen doen. Ja. Maar goed, er is nog hele waslijsten die gaan verder. Ja. Wie? Ja. Zou je wat meer kunnen zeggen over het uit elkaar halen van onderwijs geven en de certificaten geven? Ja. Zou je iets meer kunnen zeggen over
Het uit elkaar halen van onderwijsgever en de certificatengever. Ja, nou, er was een, dat was vooral eens naar aanleiding van die discussie die we hadden in heel veel van die workshops. En wat er eigenlijk uitkwam is dat er een aantal, of best wel veel mensen zeiden van het rare is dat we in een situatie zitten waarin eigenlijk de slager zijn eigen vlees keurt in het hoger onderwijs. Want wat we hebben bijvoorbeeld, het lager onderwijs en het middelbaar onderwijs, waar zie je dat aan het einde van de rit is er een soort van norm waar dan iedereen aan zou moeten voldoen. Niet dat ik zo'n hele absolute norm heel goed vind, maar er is een ander instituut, bijvoorbeeld het CITO op de basisschool en het centraal schriftelijk examen aan het einde van de middelbare school, die dan onafhankelijk test van, oké, hoe heb je het gedaan als student? En daar krijg je ook een cijfer voor. En de discussie hier was dat ze zeiden van, kan je niet die certificering ook extern beleggen? Dat er bijvoorbeeld heel veel bureaus zijn die kunnen testen hoe goed iemand is. Bijvoorbeeld, ik weet niet, de TOEFL-test ook, wat studenten kunnen doen om te kijken wat hun niveau van Engels is. Nou, dat is gewoon een soort van standaard test. Dus je kan wel een cursus Engels aanbieden, maar aan het einde is er zo'n standaard test die door iemand anders wordt afgenomen, waardoor jij een stempel krijgt van een onafhankelijk instituut, ja, jij kan dit. Waardoor het bijna onmogelijk wordt voor onderwijsinstellingen om eigenlijk te zeggen van, nou, wij vinden dit wel goed. Punt. Wat betekent dat voor de huidige instituten, de universiteiten en de hogescholen? Nou ja, dat zou een revolutie betekenen, denk ik. Dus ik denk dat het levert voor studenten de mogelijkheid op om dus veel meer te gaan shoppen en veel meer open in hun eigen onderwijsproces te staan. Voor instituten wordt dat heel moeilijk, omdat je daarmee toch weer een deel van je concurrentiekracht kwijtraakt. Want eigenlijk, je ziet het zelfs bij, vind ik heel interessant hoor, als je kijkt bijvoorbeeld naar studentenrecruitment, wat zo'n heel groot als recruitment officer, hè, op elke instelling en zo, heel erg de nadruk leggen aan het begin. En dan ben je binnen en dan ben je wel binnen, want jij moet die jaren volmaken om uiteindelijk je diploma te halen. Dus je hebt eigenlijk een soort van machtspositie dan en dat zou verschuiven. Dus het is geen gegeven, maar ik vind het een hele interessante discussie. Kijk. Ja, ik vroeg me af hoe die certificering dan zich verhoudt tot het learning, het proces leren. Ja. Want daar moet je iemand voor hebben die er bovenop zit, lijkt mij. Ja, nou dat is dus ook het grote probleem. Hè. Dus dat is ook het bezwaar wat ik altijd heb tegen zeg maar, dingen als CITO en dingen als een centraal schriftelijk, is dat je dus zo'n heel discreet moment krijgt. Maar ik zou me best wel kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld bepaalde software zou hebben die bijhoudt van oké, wat als je bijvoorbeeld hebt over taalonderwijs, van iemand moet laten zien dat hij 10 uur op niveau B1 communiceert met die software. En dan kunnen wij zeggen, oké, dan heeft iemand B1 gehaald. Maar dat is absoluut, ik bedoel, je slaat de spijker op zijn kop, is het? Ja. Ik zit hier helemaal te laten munten, maar dat is niet spijker op zijn kop. Nee, dat doen we in de eerste slagruimte. Ja, maar dat is inderdaad het grote dilemma. En dat is ook wat soms wel jammer is dat we dus aan de ene kant zien, we kunnen dat onderwijs heel erg gaan vernieuwen en in mijn optiek ook heel erg verbeteren, bijvoorbeeld door meer naar procesevaluatie te gaan. En tegelijkertijd hebben we steeds sterker een behoefte aan één geldende norm voor iedereen. Oké, dankjewel. Dus ik ben er ook nog niet uit, ja. Ja, hoi. Simon Broek. Ik had eigenlijk dezelfde vraag als mijn voorganger. Oh, ja. Dus ik moest even iets improviseren in die zin. Ik heb ook wel een andere vraag. Oké. U zegt, eigenlijk moet het meer bottom-up komen. Het moet, via experimenten moet het hoger onderwijs zichzelf eigenlijk gaan vernieuwen en moderniseren. Maar aan de andere kant wordt er toch wel nogal een nadruk gelegd op echt fundamentele zaken, die eigenlijk meer in wetgeving, in financieringsstructuren zitten. Om een voorbeeld te noemen, vanochtend las ik een artikel in Californië nu, ook onder de invloed van de universiteit daar, Stanford en de MOOCs en zo, dat er nu een bill wordt voorgesteld om inderdaad online courses, dat ze daar echt credit voor moeten gaan geven. Ja. Dus eigenlijk, daar zie je al een eerste element van dat wetgeving verandert onder invloed van modernisering. Maar hoe zit die wisselwerking tussen enerzijds bottom-up en anderzijds top-down zaken veranderen? Hoe zou jij dat zien? Nou ja, ik geloof echt absoluut dat de overheid moet heel sterk, zeg maar, een soort van
het hoger onderwijs de ruimte geven om die experimenten te doen. En daardoor, en dat weet ik ook al van projecten in het middelbaar onderwijs, waar ik ook met OCW heb gewerkt, die staan er ook echt wel open voor, hè, om af en toe ook dingen een beetje op te rekken. Ik denk dat het hoger onderwijs in Nederland ook best wel vrijheid heeft. Ik weet in Californië dat de governor heeft zich daar volgens mij heel erg druk gemaakt over de hoogte van het collegegeld. En die heeft gezegd van, nou, als we nu ook al die online courses hebben, en zij hebben met de University of California, hebben zij het grootste universiteitssysteem ter wereld volgens mij, hebben ze gewoon gezegd, wij gaan dus ook courses online aanbieden voor credits. En dat vind ik op zich een heel proactief goed uitgangspunt. Ik denk dat in Nederland het eerder werkt dat niet de overheid het per se op gaat leggen, maar dat het meer moet komen uit de instellingen zelf in het Nederlandse systeem. Omdat wij niet zo direct aangestuurd onderwijsinstellingen krijgen. Maar het is een hele goede vraag en ik denk dat de wetgever absoluut enorm kan helpen bij dit soort dingen. Onder andere bijvoorbeeld door budget vrij te maken. Mooi. Ja. Matthijs, hartstikke bedankt. Ja. Ja, helemaal goed. Heel goed. Prachtig, bedankt. Ja.